zover wij weten, is dit eigenlijk het eerste LAN-event wat in een theater echt wordt georganiseerd. Dus ik zou zeggen dat het best wel in dat opzicht bijzonder is. Ik denk dat wat we nu zo kunnen zien, dat er nu eigenlijk al best wel veel animo over is. Als je ook kijkt, van, het is natuurlijk de eerste keer dat we het organiseren. En we beginnen op tweede kerstdag, maar desondanks hebben we toch de 100 aanmeldingen die we in petto hadden, die hebben we toch gehaald. Wat vond je van het evenement? Ja, goed georganiseerd. Leuke opzet hier. Ja, er kwamen veel mensen, dus... Goed geregeld, leuk, spontaan. En voor de eerste keer vond ik het heel goed. We zijn eigenlijk zelf, houden we ook wel van een game spelen. We zijn af en toe, komen ook samen met de computers om een spelletje te doen. En zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen van, goh, zou het niet leuk zijn om ook een LAN-event te organiseren, maar dan in het theater. Wat vind je ervan dat het in een schouwburg wordt gehouden? Ja, ook iets nieuws. Ja, dit is zelf mijn eerste langs van Counter-Strike. Dus ik moet zelf ook een beetje kijken hoe het een beetje aan toe ging. Dus ik viel me wel. Je zit natuurlijk met heel veel andere gasten die zeg maar dezelfde passie delen over het gamen. En dat is wel gewoon heel erg leuk. En je komt hier ook heel veel mensen te ontmoeten die ook hetzelfde game spelen. En dat is ook heel erg leuk. Hebben jullie veel steun gevoeld ook vanuit de regio? Ik denk het wel. Kijk bijvoorbeeld naar het Ampion zelf, die al... meteen zei van goed, wat een leuk idee. Die waren eigenlijk enthousiast. En er was ook heel veel mogelijk binnen het Ampion om dat te organiseren. En ook als we kijken naar de aandacht die er is. En ook vanuit de gemeente hebben we bepaalde zaken ook snel kunnen regelen. En werd enthousiast gereageerd. Dus ja, ik denk in dat opzicht dat er veel aandacht voor was. En volgend jaar weer? Als het aan ons ligt, zeker. Ja, terwijl je vond het heel geslaagd. Mensen waren enthousiast. We gaan aan de hand met alle mensen die bij betrokken waren gewoon even praten. Maar over eventuele verbeterpunten. Maar als het aan ons ligt, komt er zeker een tweede keer.